nou echt super gelukkig mee. Ja, zoals jullie zien, lieve vrienden, ben ik even met Anning en Rijk aan het lopen. En ze zijn hier ook steeds kinderen vanaf de dijk bovenaan naar beneden aan het glijden. Ik dacht, ja, er is daar niet veel sneeuw meer. En er wordt ook getracht om weer naar huis toe te gaan. En dus... ja. En waar dat bord voor staat, Joost mag wezen normaal. Ben je er bovenop de uitkijkpost? En dat mag nou niet, omdat het bord daar staat. Nou, wat voor onzin is dat? Mag je niet eens hier met de auto eventjes over de zee heen kijken? Het is zot voor woorden. Hé, dames? Hé nou? Wat? Voetjes zegen? Hé, voetjes zegen? Maar ja, welkom bij een goed nieuw vlog van Corinne en de Beestenboel. Ik begin eens een keertje anders, ja. En thuis ligt er ook nog wat te wachten. En dan gaan we straks ook bewonderen met z'n allen. Wat het is, ik weet het niet, maar ik kreeg een heel groot pakket. Ik weet het echt niet meer wat daarin moet kunnen zitten, niet. Maar ja, in ieder geval. Oh, die gaan we weer naar boven toe. Om dan zo weer rutsie naar beneden toe te gaan. Ik ga hoor. Nou ja, je gaat maar. Wel grappig, maar het is koud aan de vingers. Ja. Wel grappig allemaal om te zien. Maar ja, lieve vrienden, wij gaan met z'n drietjes er weer vandoor om weer richting ons huisje toe te gaan. Ja, dan gaan er ook nog een paar naar beneden. Maar ja, oké, lieve vrienden, tot straks. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik ben alweer geruime tijd thuis. Ik ben wat dit keer lekker even begonnen op een andere manier. Ja, enkel ik had nog niet gezegd hoeveelste het is en wat voor dag het is. Nou, we leven op donderdag en het is de 11e februari en het is nu alweer reeds 9 minuten over 5. Ik heb uiteraard Karin weer aan de telefoon. Mary is onderweg hier naartoe. Gisteren heb ik niet gevlogd. Ik had daar totaal geen zin in. Ik was niet in orde, nog niet. Maar dat is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, joh, dat denk ik al, een heel groot pakket. Ja, kon niet door de brievenbus. Nee. Nou ja, oké, dan gaan we openmaken en ik laat het jullie natuurlijk zien wat het is. Ik zal eerst kijken wat opening trouwens is. En dat is hier ook. Hey kerel. Auw. Kereltje. En het is zo gek, het is altijd dubbel verpakt, hè? Dat is het gekke ervan. Nog een pakketje. Nee, kijk dan. 1, 2, 3, 4, 5. De 6 pakketjes haal ik uit 1 zak. Ik haal weer van de zakje. Ja toch? Ja. Nou, laten we die maar weer even in de emmer. Okay. Hoorde je dat, Karin? Ja, die hoorde ik inderdaad. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie het kleinste niet eert, is het grutte niet weer.
Ik heb eens wat te groot vind. Dat is grijze, dan die en die. Nou, dan moet ik bij deze twee beginnen, zeggen ze. Zeggen ze, ja. Inderdaad. Nou, we moeten het zakje wel open willen, hè. Mopperdoos. Jolte. Ze weten hem wel goed dicht te plakken. En dan haal ik... Aha. Toppie. Ja? Mooi. Dat gaat eventjes niemand wat aan. Jullie mogen het zien, maar ik zeg lekker niks. Jullie zien wel wat het is. Dat er twee maal. Ja, daar ben ik heel blij mee. We zullen er straks eentje blij maken. Ja, die straks hier binnenkomt. Nou, ik moet het wel willen. Jeetje. En ik moet er eentje bellen. Ja, die moet er ook komen. Tenminste, moet er. Wanneer zij kan, moet ze komen. En dan krijg je er ook een. En eentje is nou onderweg. Kun je nagaan hoe mooi dit uitkomt, hè? Jeetje. Wegwezen. Ja, ik schrok van je. Ja, en ik heb weer heel slecht geslapen. 1,5 uur was ik weer wakker. Erg. Wat zit hierin? Oh ja. Eens even kijken. Die ik open willen. God, deze was ik vergeten. Ja, ik wilde, maar ik dacht dat deze weer terug waren gehaald omdat het op was. Nee, hij wil niet. Kom op. Kom. Een oorbel. 2 maal. Ja? Die vond ik wel cool. Vond ik wel wat hebben. Ja, toch? Ja, vind ik mooi. Ging ik afwisselen. Maar er komen nog meer oorbellen aan, zover ik weet, hoor. Nou, die is ook leeg. Deze is leeg. Doe ik het eventjes wel anders, want die gaat dan even in dit zakje. Hup, die van Mary. En die is onderweg. Dit zakje is dicht gegaan, wat niet moet. En deze is voor Chrissy. Ja. Weten, wisten ze niet? Nee. Zo, wat was dat? Pakketje 3. Deze is van Mary, zei je. Nou, gaan we deze openen. Die gaat razendsnel. Ja. Daar ben je blij mee. Super blij. Zo, Karin? Ja? Ik hoor muziek. Ja? Mag dat voor mijn vlog? Handig. Oh, is het handig. Kijk, hier ben ik nou echt super gelukkig mee. Ja, heksenkleurtjes, hè?
Vind je het mooi? Ja, ik vind hem heel mooi. Echt gekleurd. Echt wel. Ja, want ik begrijp één ding niet. Het is nog geen film. Ja, maar ik vind het wel mooi. En dat staat me ook mooi. Ja, toch? Paars, groen, heel donker, paars tegen het zwarte aan. Ja, ik vind hem heel mooi. Ja, echt wel. Nou, ga die weer even in die zak. Hup, 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 hup. Hup, hup. Hup. Zo. Ja, heksenkleurtjes. Jo. Om weer een zakje afval in te doen. Ook maar in de emmer. Dan gaan we hier naartoe. Nog iets. Deze openen. Kom, doe maar. Zo dan. Echt. En dan hebben we nog zoiets. Zullen we daar de opening van zoeken? Die is hier. Ja, nog zoiets. Die is helemaal super, die super, die super. Zwart met paars. Ja, het is paars. Het blijkt blauw op de camera, maar het is paars, lieve vrienden. Het is paars. Het is niet blauw, maar paars met zwart. Het lijkt blauw, hè? Ik zie het blauw, maar het is paars. Ah, meneer houdt poelpoot onder mij. Wauw, doet hij dat? Echt mooi, hè? Super de super, ben ik ook blij mee. Ja! Ja, echt wel. Daar ben ik heel blij mee. Zo. Ja, ik kan het oud spul wegdoen. Want ik heb wel een mooie shirt, maar er zit een gaatje in. Maar ik ga niet met kleding aanlopen waar gaatjes in zitten. En ik kan het wel maken, maar dat zie je. En dat vind ik zonde. Was het nou op een plekje geweest dat je het niet kon zien onder een arm of zo? Je ziet 1, 2, 3 niet. Maar het zit op de rug. Nou, en daar word je ook op aangekeken, op je rug. Ja, en dat vind ik gewoon mooi. Nee, dat is niet mooi. Nou, weer een zakje. Ook even afval. Nou, dan gaan we naar het ene laatste pakket. Dat is die. Gaan we die openmaken. Halleluja. Er zit ook niks meer in. Allemaal afvalzakjes, ja. Nou. Gaan we dat eens bekijken. Moet ik eerst eens zien hoe dat... Hallo, is er eentje het gek, doe het goed. Elke dag weer een nieuwe shirt. Ze is maf. Hier zit een ritsluiting in, dus maak hem open. Makkelijk, hè? Deze zak gaat niet weg. Nee. Dat is super. Yeah.
Wegwezen. Zo, dit is mijn special pakje. Ja, maar ik denk wel dat je die ook hebt. Wat is het? Wat heb je vrouwtje gezegd? Wegwezen! Jij ook! Ik had niet tegen jouw kleine. Ja, nog die andere kleine, die kleine, de Aro. Kan dan, want die schoot ook weg. Nou, waar ben je nou? Move! Rijka, move! Ja, die gaat toch altijd onder een stoel liggen van degene waar die binnenkomt. Maar ik denk, ik ga het even gaan brengen. Ja, nou, ik heb al wat voor jou gezitten. Ziet er ook wel eens niet uit, hè? Nee. Maar haar is veel te lang. Maar wij hebben wat voor Mary, hè? Ja, wij hebben wat voor Mary. Een cadeautje, dat ze haar. Het is nog niet te wijken, hoor. Valt mij zo. Mag oh, maar haar is geen gezicht, man. Mag in mijn haar ook niet, ik heb mond op gehad, dus dat zit toch te plat als een dubbeltje. Wat tijd dat je haar de papa kent. Maak me een foto voor me dan. De gracht is nog spiegel gehad. Welke gracht? De gracht. Loop ik langs. Ja. Ik heb precies in waar de auto rijdt. Ga jij eens even weg? Oh, het is een armband. Wat voor een arm man. Ja, ik ben. Wat houdt dat in? Ja, dat is voor liefde. Ik hou helemaal niet van arm mannen. Nou, heb je er nou wel een? Ik heb er thuis een. Van Zudrowski. Ik heb er echt eentje van. Ja, zo moet hij. Ja, ik hè. Ik denk, we gaan de skipak brengen. Ja, nou, verdikken me, ik zie het niet. Ik zit zelf in blik. Ik draag nooit een armband. Nee, Karin, weet jij dat ook? Nee, nou ja, dit is dus een jurk. Een lange jurk, ja. Met twee kleuren, ook een ja, beetje... Ja, dan moet je wel statief naar jou draaien. Ook een beetje heksachtig, vind ik zelf. Ik denk, ik ga gauw even heen en weer. Moet je koffie? Nee, want ik ga niet, want het wordt klaar, vlieg op. Ja, die was voor jou. Nee, die is niet voor jou, die is voor jou. Nou, nog één pak te gaan. Gaan ze allebei eraan denken? Nee, ik denk dat ze op Big O zit of zoiets. En daar heb je weer een hekel aan, want dan moet je live en... daar zit ik niet. Oh, dat meende ik. Nou, ik ben er al, hè, met skipper. Ik ben zo aan het luisteren, omdat mijn liefste benedenbuurman er is. En dus ik probeer hem weg te etteren. Oh, op die manier. Ja, op die manier. Ik heb hetzelfde skipakket te pakken. Dan zeg ik, ik heb hem al hier. Maar die ken jij wel, die skipak. Wacht, nee. Hé, doe normaal. Oh, jurk. Ja.
Een hele lange rode jurk met een poltra. Ja, jij houdt van die jurk, ik hou niet van die jurk. Ja, ik heb wel een legging eronder. Nou, die zak gaat niet weg, want er zit een ritje in. Goed hè? Ja, maar die kind mag nog. Ik heb van Mary een skipak gekregen, dus kijken of het die pas. Dat pas ik er dan wel. Kijk, zit een ritje in, die staat open. Kijk, zo met je schoenen er al in. Oh, het staat allebei open. Dan moet je wel de rits open, zo. Zware jeentje. Wel, nee, als je aan hebt, voel je dat niet. Als hij maar warm is. Dat gaat het niet worden met mijn laarzen. Nee? Denk ik niet. Nou, denk het wel. Kijk, alsjeblieft, daar zijn. We bemoeien er even niet mee. Oh, je gaat meteen die rits dichten. Waarom altijd? Je komt met mij gaan, kan je gelijk de laars aan. Want je hebt zakken op? Ja. Nou. Ja, die gaat beter. Hoppa. Ah, mijn stok! Nee, die hangt daar te hangen. Ja, je moet staan. Ja, daarom moet je een stok hebben. Je kunt er bij de tafel staan. Ja, dat kan ook. Is het ene kant erin? Ja, zit hier in. Nou. Ja, en dan heb je ook nog van open. Kijk. En je hebt nog een ceintuur. En dan heb ik nog dubbele kleding aan. Ja, dat bedoel ik. Ja, die zou je moeten stellen, denk ik. Zo dan. Nou. Diepe in die zakken. Nou, ik heb hem in ieder geval aan. Een goed idee. Tot de wankel. Ik heb hem aan, lieve vrienden. Ja. Lekker warm. En je hebt zakken en ritsen erin. En je hebt een boszakje. Een boszakje. Twee zelfs. Twee. Ja. En jij je kleren aan. Dubbele kleren heb ik aan. Nou dan. Ja, de spiegelbeelden gaat niet, hè. Ik moet zitten. Waarom zei je zelf nog een beetje te lang? Maar dat maakt niet uit. Nou heb je dubbele kleren en dat hoeft dan niet meer. Nou. Zit niet de capuchon bij? Nee. Wel, die zit erin. Achter in je rug, die heb ik erin gedaan. Die zit los. Even kijken. Oh, dat is zo'n apparaatje. Nou. Nou, ik heb me in ieder geval aan mijn woord gehouden. Moet ik jij helpen uitkleden? Nee hoor, ik zal hem wel. Moet je eens je riem losmaken? Ja, I know. Ik zal op papier zetten als er wat bij mij gebeurt, dat je dat dikke schietpak krijgt. Want dat is de winterdinges. Oké. Okay. Ik heb niks aan. Dit heb ik aan. Een t-shirtje, ja. Dan doe ik mijn broek uit, heb ik een milieu aan en ik stap er zo in. Zo dan. Die is wit en waterdicht. Lekker. Dus. Wat vind je nou? Maar deze, die jij al hebt, die is van de zomer ook lekker. Moet ik kijken. Ja. Ik denk, het kruidje gaat niet weg. Nee. Het kruidje gaat niet weg. Mwah. Nou, je hebt in ieder geval je schietpak. Dankjewel, lieve schat. Ik zal op zolder gaan voor die andere, want ik heb er nog veel meer. Dat heb ik ook al gezegd, dat heb ik weer iets. Zo dan. Hé.
er nog één. Zal ik even kijken, want die is een maat groter als het goed is. Oké. Dus. Nou, oké, dankjewel mijn lieve schat. En jij hebt iets moois voor mij als herinnering. Ja, mooi allemaal. Ja, dat is het nummer. Ja, het is slap. Maar ja. Dat moet je even aan anderen vragen die het beter kan. Want ik moet het ook later doen, hè? Ja, maar jij laat me helemaal hier. Kom maar. Wacht even. Wacht even. Dan zie ik jou de sluiting van. Maak me niet meer open. Oh, ik heb hem niet goed gedaan. Dat is een heel eieren heen. Ja, nou zit hij wel. Juist. Geen aardig. Ik heb er zelfs een van de parels en allemaal parels. Nou, ik heb het enigste dit om. Maar dat is, het blijft alsmaar rondgaan. En er is geen begin en er is geen einde. Hoe noem je zoiets nou? Ja. Vriendschap? Ja. Ik weet het niet meer. Nou, ik ga. Ja, oké, schat. Jij bent hier nog een bal binnen. Ja, ik zal... Dus hoef je die dikke kleding ook niet aan als je gaat lopen? Nee, waarom? Ik kan niet uitdoen. Dag, Rijka. Dag, Rijka. Nee, kom maar, stop. Kom maar, Elwin. Kom maar. Winnie gaat weer weg, schat. Winnie gaat weer weg. Jij bent een lief, hè? Oh, je bent zo lief, hè? Ja, je bent een lief, hoor. Ja, je bent lief. Dus. Ja, daarom. Ik doe alles dichtje. Is goed, schat. Dankjewel. Zo. Nou, weer een gelukkig gemaakt. En dan gaat het erom. Ja. Ik zal zien dat die sneeuwpak uit kan krijgen. En ik zal zien wat ik doe, et cetera. Ja, ik vind het leuk dat ik wat nieuwe kleding erbij heb, want dat was me om te doen. Die rode die zal wel aftekenen ook, mijn buik. Maar ik heb nou eenmaal een buik. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Iedereen heeft een buik. De ene heeft een dikke buik, de andere heeft een dunne buik. En ik heb een dikke buik, maar ik ben niet te zwaar of zo, niet. Want ik ben afgevallen, maar die buik gaat niet weg, nee. Ouderdom? Onder andere, maar het komt door iets anders dan alleen een ouderdom. Vroeger was het niet zo dat wij leerden om onze buikspieren te gebruiken. En daar ik ook nog rugpatiënt ben, als je je buikspieren nu zou gaan gebruiken terwijl je rugpatiënt bent, dan verneem je het ook op je rug. En dat doet ontzettend, ontzettend zeer. En ik moet nou eens zien dat ik die skibroek uitkrijgt. Nee! Dat gebeurt dus niet, Elwin. Dat zag vrouwtje maar weer. Ja? Zo. Oh, jeetje. Echt. Zo. Ik heb hem uit. Ja. Het was wel voor mij ooit een wens om een skipak te hebben voor op de booster. Ja. Vooral in de wintertijd wanneer het echt koud is. Nou, hek er een. Maar ze zijn schreeuwend duur. En toch vind ik deze ook mooi. Ja. En ik had een beige kleur overgooien. Nog wat lichter dan dit kleurtje. En die heb ik weg kunnen gooien. Die had ik vorig jaar nog gekocht. Maar die heb ik weg kunnen gooien. Waarom? Omdat er iets had afgegeven wat roze was. Is. Weet niet wat, maar in ieder geval, daar zat dus een roze vlek in. En ik ga niet met een beestje overgooien lopen waar een roze vlek in zit en die je er niet meer uit kan krijgen. Dus ja,
denk, nou, en toen zag ik deze, ik denk, nou, voilà. En ik ben een heks, dus voilà. Dan heb ik toch weer een heksjurk op mijn manier erbij. Enkel niet met van die mouwen, maar ja. En dan moet je kunnen lezen. Oh, nou ja, dat zal. Allemaal natuurlijk Japans. Of Chinees, zoiets ik veel. Ik had twee armbandjes besteld, Karin. Karin? Ja? En het, dat ding, wat dat is zo'n een soort met acht, laat me zeggen. Ja, 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 ik weet wat ik bedoel. Oneindig, ja. Ja, en ik weet niet meer hoe, ja, het is oneindig, ja. Het is oneindig? Ja. Want dat gaat maar door. Ja, dat gaat maar door. Toch mooi? Ja, deze is voor Chrissy. Ja, weet ze lekker niet. Nee, dat weet ze lekker niet. Haha, dat weet ik niet. En jullie nou? Ja. Maar ja, Karin die was blij met haar kettingen, hè? Ja, echt wel. Hè? Infinity. Wat is dat? Dat is wat er al nu heet. Of, ja, Infinity sieraad. Oh, Infinity sieraad. Oh, oké. Okay. Maar Karin die vond haar kettingen dus ook mooi hoor. Ja. Ja. Echt wel. Nou, en wat heb ik nou? Ik heb 2 t-shirten. En ik heb 2 jurken. Mooi, dat is goed. Ja. En dat voor heel weinig geld. Kan je hier in de stad niet doen. Ik wil wel bij Wish of bij Alibaba. Wish. Wat zeg ik? Of bij Wish of bij Alibaba. Ja. Die leg ik daar neer. Nou, dan kan dit weg. Dus ja, zo lieve vrienden. En dan moet ik eigenlijk ook dat nog doen. Ik moet eigenlijk nog een vlog in elkaar zetten. Hoe ik er allemaal aan toe kom, Joost mag het weten. Ik moet even medicijnen innemen. Het gaat echt niet goed met deze gek hoor. Nee, het gaat niet zoals het wezen moet. Maar het komt allemaal wel weer ter zijner tijd op de plekje terecht. Ik kan dat. Dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, het is namiddag, want het is 9:00 over 5:30. Ik wens jullie dus nog een fijne namiddag en voor zo of nu smakelijk eten, bon appetit en prutjes. En misschien tot vanavond. Ja, en een hele liefdevolle avond. Ja, ik zou zeggen, tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer helemaal klaar in de keuken. Ja, die plant die ken ik niet verhuizen naar het raam toe. Dat gaat het gewoon niet worden met die warmte. Want dan gaat die helemaal dood. De bloemetjes, deze zijn al bijna uit. Er zijn er al een paar afgevallen ook. Maar de keuken is verder weer schoon. Morgen even de vuilnisbakken doen, want die raken ook aardig vol. Maar ik ga zo eerst weer even lekker met mijn hondjes uit. En wat ik even ga proberen, dat lijkt me wel eventjes leuk, want ik vergeet ze helemaal. Ja. Eventjes. Hup, voor mijn truc. Eventjes. Hup, nou, ga er nou in. Zo. Kijken of we die erin krijgen. Ik vind het nooit zo goed daarin. Kom op. Dat maak je altijd mee, hè? Kijk.
en van voren wel vinden, maar dan van achteren nog, hè. En de, die andere die ik er zomaar in. En dan doe je het even via de camera. Ja, dat was het. Zo, die zijn toch ook leuk? Of niet dan? Dacht ik wel, hè? Deze vleermuizen, nou echt iets voor mij. Wat dan? Nou, waarom ik dat er al onder heb, nou, dat heb ik jullie geloof ik nog niet verteld. Ik had jeuk, ik ga klauwen. Maar het deed in ene ook zeer. En ik klauwde nog even en niet eens met mijn vingers zelf. En ik zei, wat is dat dan? Ik voelde raar aan en een beetje vies. Had ik waarschijnlijk zo aan het zweten geweest, waar ik niks van weet, dat het was helemaal onder mijn horloge rood en helemaal kapot. Ik dacht, nou, weet je, ik doe er zelf op, want ik heb lekkere zalf ervoor. En een pleister was te klein, dat gaas van een pleister is te klein, want kijk hoe groot het horloge is. Nou, dus ik dacht, ja, ik moet toch wat. Nou, ik heb verbanden, knip ik toch een stukje van het verband af, ja, whatever. Dus, nou, en dat moest ik weer vastplakken. En dat heb ik weer met een plakband gedaan, waar je twee vingers mee moet spalken. Kan toch ook? Ja. Dus, komt allemaal goed? Ja hoor, zeker weten. Nou, tweede oorbel proberen. Gaatje, waar ben je gebleven? Oren weer. Kom op. Ja. Zo. Nou, voilà. Leuk toch? En dan ruim ik deze gewoon hoor. Weer eventjes een keer. Ja. Die gaat gewoon nou in het zakje. Als dat in het zakje past. Het zakje open. Hup. Hup, hup, hup. Waar ben ik terug? Voilà, 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 voilà. En het past natuurlijk. Ik op het haak moet er nog even wel een willen. Zo. Dingetje dicht. En opgeruimd het netjes. Ja. Nou, ik ben er helemaal blij mee. Ja. Het is weer wat anders, hè. Ja. Zijn ogen. Ja. Ja, helemaal leuk. Dan ga ik naar het kleinste kamertje die ik hier al heb. En dan neem ik gelijk de rollator mee. En mijn jas mee, want ik ga nog geen skipak aantrekken. Het is wel de booster, weet je. Ik doe wel mijn vest eronder aan en dan mijn jas en dan huppata. En dan ga ik mijn roofwafjes weer uitlaten, maar ik ga eerst aan die kant het licht aan doen. Want daar is nog niks aan. Nee, maar ik zie nou zelf ook tot mijn grootste verbazing dat ik met deze camera totaal nog geen licht daar nodig heb. Want hij is zo goed deze. Dat zien jullie dan zelf wel. Ja, toppie, helemaal geweldig. Ja, ik heb enkel de sportlichtjes, sportlampjes en het TL-buisje de keuken aan. Die is nog niet eens aan gegaan. Die behoort wel aan te gaan met de AB. Zo. En die is aan. Hij had ook gelijk met die aangemoeten. Maar hij heeft hem niet gepakt. Ja. Maar in ieder geval, dat is het enige wat aan. Ja, nou, en die lamp van die statief. Die is aan. Ja. Voor de rest heb ik nog niks. Wel toch? Maar ja, nu zal ik dat opruimen en ik doe jullie uit. Want ik moet mijn telefoon weer mee hebben. Want ik moet mijn wandel-app erop hebben. Twee heb ik erop. Ja, helemaal goed. En dan ga ik lekker eventjes weer een blokje om. Nou, een klein blokje, gewoon een normaal blokje langs de graag. Ja. En dan komt het dan weer goed. En ik zou zeggen, tot later.